Google I.O. 2014 is voorbij. En een van de dingen die gepresenteerd is, is Android Wear. Android Wear is de software voorop je smartwatch. En er zijn al een aantal smartwatches uitgekomen. Namelijk de Samsung Galaxy Gear Live. De Moto 360 van Motorola. En de LG G-Watch. En al die watches die hebben dus Android Wear erop draaien. En dit is dus mijn video over Android Wear. En zoals jullie zo gaan zien heb ik een nieuwe intro. Dus als je die intro leuk vindt, doe dan natuurlijk duimpjes op. En zet het even in de comments als je de oude leuker vond. Laten we doorgaan naar mijn video. In deze video ga ik niet alles vertellen over Android Wear. Want dan zou ik hier nog wel even staan. Maar ik ga even een paar korte punten benoemen. Het eerste punt is dat je ook met Google Now dingen kan bedienen met je telefoon en met je smartwatch. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen tegen je smartwatch, zet een herinnering voor mij dat ik een pak melk moet kopen. En dan krijg je een herinnering op je telefoon dat je een pak melk moet kopen. Je kan dus ook dingen in je agenda zetten. Je kan zoals al gezegd herinneringen neerzetten. Je kan vragen stellen over bijvoorbeeld hoe lang de Eiffeltoren is. Je kan vragen stellen over bepaalde voetbalspelers. Dus heel Google Now werkt gewoon samen op je smartwatch. Het tweede punt dat ik leuk vind aan Android Wear is hoe mooi alles er al uitziet. Voor Android Wear is dus pas net gepresenteerd, maar het ziet er nu echt al best wel mooi uit. Alles ziet er mooi afgewerkt uit en alles is gewoon heel erg netjes. Dus dat vind ik echt een pluspunt voor iets wat net uit is. Laten we doorgaan naar het derde punt. Het derde punt, en dat is zelf een van de punten wat ik echt, dat doet me bijna blozen, zo mooi vind ik dat. Dat smartwatches nu al sneller zijn dan oudere smartphones als bijvoorbeeld de iPhone 2G. En de iPhone 2G was destijds echt revolutionair. Ik bedoel, hij was redelijk dik. Hij was ook redelijk groot. Maar als je dan kijkt hoe snel de techniek gaat, dat je nu al een even snel apparaat gewoon om je pols kan hebben. En dat je daar misschien nog wel meer mee kan. Dat is ook al gewoon echt mooi, vind ik. Dat is echt een pluspunt. En als laatste, maar zeker niet het minste punt, is dat je er natuurlijk je notificaties op kan bekijken. Dus als je een mailtje krijgt, dan krijg je ook op je smartwatch een notificatie dat je een mailtje hebt. En dan kan je het mailtje gewoon lezen op je smartwatch. Als je gebeld wordt, dan krijg je het te zien op je smartwatch. Dan kan je het telefoontje beantwoorden op je smartwatch. Als je via Facebook een berichtje krijgt, zie je het op je smartwatch. Dit vind ik gewoon echt een leuke feature. En je hoeft dus bijvoorbeeld niet, als je ergens zit, helemaal je telefoon uit je broekzak te halen om iets te beantwoorden. Of als je in de klas zit en je krijgt een WhatsAppje waar je niet je telefoon afgaat. Nee, dan kan je het gewoon op je horloge kijken terwijl je in de les zit. Dus dat vinden docenten waarschijnlijk niet zo leuk, maar leerlingen wel. Laten we doorgaan naar de outro. Dus als je wil abonneren omdat je meer van dit soort video's wil zien, klik dan hier zo. En als je een andere video wil zien, klik dan hier.